Ik wil van 20 weekmarkten wil ik naar 40 weekmarkten. Ik wil van 8 dagmarkten wil ik naar 15 dagmarkten. Ik ga het gewoon weer verdubbelen. Ja. Ik ga nieuwe plaatsen uitgeven. Ik ga nieuwe markten creëren in Amsterdam. En de bestaande, daar ga ik kritisch naar kijken en kijk ik wat of ik ze weer kan revitaliseren. Dat is de opgave. Dus een verdubbelingsopgave en een revitaliseringsopgave. Het veronderstelt de maakbare samenleving, terwijl een markt bijna per definitie iets organisch is van mensen die er willen staan en maakt daar dan vooral gebruik van. En als een markt zich gedurende de jaren transformeert tot tot meubelmarkt of tot wat is daar zo erg aan? Het kan 3 jaar later kan het zich weer transformeren. Het begint met ambitie en dat moet dus ook een politieke ambitie worden. Dat ons bestuur en onze raden dit ook echt gaan willen. Er zijn talloze plannen, er wordt beleid gemaakt. Maar het wordt niet met ons gedeeld. Alleen de uitkomst van het plan krijgen wij te horen. Daar zou de vereniging wellicht wat dichter op kunnen zitten. De economie, de stedenbouw moet waarschijnlijk weg bij de deelraden. Iedere deelraad heeft zijn eigen afdeling, maar die heeft niet de know-how om dit in goede baan. Dus de discussie over de inhoud van de economie, de inhoud van de stedenbouw moet met de hele stad gevoerd worden. Neem bijvoorbeeld de Dappermarkt. Niet voor niets beste markt in Nederland geworden in 2007. Maar het succes ligt vooral in de samenwerking. Dus kooplieden onderling en met hun omgeving. Dus ook de winkeliers en ondernemers gezamenlijk die optrekken. Een eenheid vormen naar buiten en daar de vruchten van plukken. De Dappermarkt heeft een hele sterke marktcommissie en een hele sterke promotiecommissie. Die mensen staan voor een groot gedeelte ook zelf op de markt. En komen met dit soort ideeën. Ze organiseren ook zondagsmarkten. En van de winst die daaruit voortvloeit, die gaat terug in de promotiekast. Maak keuzes in godsnaam. Ontbreekt het daaraan dan? Nou, dat idee heb ik wel eens. Ook bij de centrale stad moet er weer een ambitie zijn en er moet weer een horizon zijn. Nou, volgens mij is die er in potentie nu.